Hi, mooi mens. Welkom weer terug bij deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. En als allereerst zal je vast wel iets zijn opgevallen als je mij al langer volgt. Happy New Hair! Of ja, New Hair. Weg hair, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Ik had echt super lang haar, echt ja, tot onderaan mijn rug en het is er allemaal af. Ik was het helemaal beu, ik was er klaar mee. Ik had het idee dat ik energetisch heel veel dingen vasthield en moeite had met situaties loslaten, oude situaties loslaten. En intuïtief had ik al heel erg het gevoel van het mag eraf, ik durfde het alleen niet. En toen zag ik ergens bij iemand op Instagram voorbij komen dat je juist ook inderdaad energie opslaat in je haren. Dat je haren eigenlijk een soort van verlengde tentakels zijn waarmee je kunt voelen, waarmee je emoties opneemt. En echt, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik sta de laatste tijd echt super erg open voor het opnemen van emoties van andere mensen. En dus dacht ik, I'm done with it. Eraf. En ik heb het afgeknipt en I fucking love it. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb het zelf geknipt, dus het is niet eens recht of wat zo even, maar ik vind het hartstikke leuk. Ik ben er heel erg blij mee en het voelt echt zoveel lichter en ik voel me gelijk een stuk volwassener ook. Yes! Maar goed, daar gaat deze video natuurlijk niet over. Deze video gaat over chakras. En niet alleen deze video, ik wil voor jullie een videoserie gaan maken over chakras en hoe je ze kunt helen, niet zozeer helen, maar hoe je ze meer kunt vitaliseren. Hoe je ze dus meer kunt optimaliseren, zodat ze weer in balans komen. Dat is denk ik het voornamelijkste. Ik heb zelf namelijk heel erg gemerkt, je hebt natuurlijk een fysiek lichaam, maar je hebt ook een energetisch lichaam. En energie stroomt gewoon door jou heen. Wanneer je meer bezig bent met spiritualiteit, zul je dat ook wel voelen. Je hebt gewoon energie in je die je niet kunt zien, die je wel kunt voelen. En chakras zijn eigenlijk een soort van energiecentrums in ons lichaam. In deze videoserie gaan we even uit van het normale chakrasysteem. Dus de 7 chakras die je hebt, hoofdchakras. Ik ga je in deze seriereeks dus leren hoe jij jouw chakras weer in balans brengt. Hoe je nou weet of je chakra uit balans is en welke oefeningen je dus kunt doen om je chakras weer in balans te krijgen. En in eerste instantie kun je misschien nu denken van ja, maar waarom is dat dan zo belangrijk? Nou kijk, als jouw chakrasysteem uit balans is, als jouw energielichaam, energieleven uit balans is, dan stroomt het gewoon niet lekker door jou heen. Dan merk je gewoon op dat je blokkades krijgt, dat je bijvoorbeeld niet zo open meer bent naar mensen, dat je wat meer gesloten bent. Of inderdaad, bijvoorbeeld in mijn geval, dat je heel veel emoties van andere mensen opneemt. Of juist je inderdaad weer helemaal afsluit. Of je bent juist heel erg dat je in het spirituele ja, een beetje de weg kwijt bent geraakt. En dus alleen maar nog in de lucht leeft, zeg maar. Dus niet meer met beide benen op de grond staat, maar meer bezig bent met alles daarboven, zeg maar. Dus meer een beetje aan het zweven bent, dat kan ook. En ja, dat zijn dus allemaal tekenen dat je uit balans bent. En in deze reeks ga ik je dus weer leren hoe jij in balans kunt komen. Dit is dan ook gelijk de eerste video uit de reeks en die gaat natuurlijk over jouw wortelchakra, over ons wortelchakra, over de Muladhara in het Sanskriet. En dat is de chakra helemaal onderaan in je lichaam. En dan niet zozeer onderaan als in bij je voeten, maar onderaan in jouw torso, dus in je stuitje bevindt die zich. Helemaal onderaan in je staartbeen zit je wortelchakra. En jouw wortelchakra staat heel erg voor gronden. Het woord zegt het eigenlijk ook al, wortel. Dus je wil met eigenlijk, als het ware, met wortels verbonden zijn met de aarde. Je wil met beide benen op de grond staan. Je wil je veilig voelen. Je wil geaard zijn. In contact staan met de aarde. En op die manier ook energie tot je kunnen nemen. Wat zijn nou de symptomen wanneer jij niet goed in balans bent met je wortelchakra? Dan ervaar je met name heel veel angst. Kun je dan ervaren het gevoel dat je niet gesteund bent. Het gevoel van dissociatie. Dus niet jezelf zijn, niet in je lichaam zitten.
Het gevoel van overweldigd zijn, heel erg vermoeid zijn, oververmoeid zijn, snel afdwalen, je heel erg opgejaagd voelen, kan er juist ook bij horen. Maar ook een onstabiel gevoel uit het onbalans zijn, instabiliteit, dat hoort heel erg bij je wortelchakra. Dus eigenlijk, allesomvattend is dat een beetje echt de gronding dus, je aard, dat je echt geaard bent. En eigenlijk als je gaat kijken naar natuurwetten is dat ook heel erg logisch en normaal eigenlijk. Want als ergens de bliksem op inslaat, dan moet het kunnen afstromen. Dan moet het kunnen wegstromen naar de aarde toe. Om ervoor te zorgen dat het kan stromen. Denk aan elektriciteitsdingen. Die hebben ook altijd een aarding. Aan verlichting. Die hebben altijd een aarde stuk, zeg maar. Waarin ze dus geaard zijn. Om dus ervoor te zorgen dat elektriciteit kan stromen. Dat is super belangrijk, anders hoopt het zich op. Dus het is heel erg belangrijk dat jouw lichaam letterlijk kan stromen van de aarde naar jou toe en weer naar het universum. Maar dat dat ook door jou heen kan stromen. Hoe krijg je jouw wortelchakra nou weer in balans? Daarvoor heb ik de volgende meditatie voor je. Wat je mag doen is voor nu de meditatie oefenen. Of je pakt hem er later bij. Maar wat ik je echt wil adviseren is om hier gewoon dagelijks eventjes 5 minuten bij stil te staan bij deze meditatie. En dat kan eigenlijk overal al. Dat kan als je je even terugtrekt naar de wc. Of eigenlijk is deze meditatie gewoon super simpel. Die kun je eigenlijk overal wel uitvoeren. Zelfs als je gewoon aan het wachten bent in de supermarkt. Dan zou je hem ook al kunnen uitvoeren. Wat je mag doen is gewoon een lekkere plek voor jezelf uitkiezen waar je niet gestoord wordt. En dan mag je vervolgens je ogen gaan sluiten. En stel je nu een prachtig rood licht voor dat zich diep onder jou in de aarde bevindt. Onder de fundering van het gebouw waarin je op dat moment bent. Hoe diep dat ook mag zijn. En ook al als je helemaal bovenin een hoog gebouw bevindt, ga helemaal naar beneden de aarde in. En stel je daar een stralend donkerrood licht voor. Zie hoe dit donkerrode licht als een kolom opstijgt uit de aarde. En zachtjes op jouw stuitje onderaan je wervelkolom schijnt. Je kunt je een rode lichtbol voorstellen en je hand op je stuitje leggen, waardoor het licht nog meer gaat stralen. Stel je voor dat in de aarde vlak onder jou een deel van het rode licht van de kolom die opstijgt uit de diepte zich afsplitst en om jou heen een kom vormt. Stel je vervolgens voor dat je in deze prachtige kom van stralend rood licht zit. Deze kom voelt alsof hij jou aan alle kanten ondersteunt en beschermt. Wanneer je er klaar voor bent om door te gaan, stel je dan voor dat het licht vanuit je stuitje opstijgt in je lichaam. Door het midden van je romp, via je buik, je hals, je keel, je kruin. En je zo een nieuw leven inblaast en energie geeft. Zie het totale beeld voor je en houd dat vast. Een rood licht stijgt op uit de aarde, een deel daarvan stijgt op naar je stuitje en van daaraf naar boven door het midden van je lichaam naar je kruin. Een deel van het licht straalt om je heen uit en creëert een kom waarin je zit. In deze kom voel jij je veilig en geborgen, beschermd en gedragen.
probeer nu ook een herinnering op te roepen waarin jij je heel erg beschermd voelde. Heel erg veilig voelde. Heel erg gesteund voelde. En voel dat gevoel. Maak dat gevoel heel groot. Focus op dat gevoel. En maak het maar heel groot. Wat je nu mag doen, is de volgende affirmaties hardop uitspreken. Deze affirmaties zijn speciaal voor jouw wortelchakra. En probeer echt te voelen wat je zegt. Ik ben veilig. Ik word gesteund. Ik word bekrachtigd. Ik ben geaard. Ik ben veerkrachtig. Ik houd van mijn lichaam. Dit gaan we nog 2 keer doen. Ik ben veilig. Ik word gesteund. Ik word bekrachtigd. Ik ben geaard. Ik ben veerkrachtig. Ik houd van mijn lichaam. De laatste keer. Ik ben veilig. Ik word gesteund. Ik word bekrachtigd. Ik ben geaard. Ik ben veerkrachtig. Ik houd van mijn lichaam. En voel hoe jij je nu voelt. Hou dit gevoel nog vast. Maak er als het ware een foto van. Een herinnering van. Zodat als jij je in een situatie bevindt waarin je je minder veilig voelt, minder gesteund voelt, instabiel voelt, jij deze herinnering naar boven kunt halen. En jij weet dat je altijd gesteund bent. Jij weet dat je altijd, hoe dan ook, gesteund wordt door jezelf. Dat jij jezelf in veiligheid kunt brengen. Dat jij veilig bent. Dat je stabiel bent. En gegrond bent. En dan mag je op jouw tempo je ogen weer open doen. Ga je nou aan de slag met de wortelchakra, dan kunnen edelstenen jou daar ook enorm bij helpen. Met name rode edelstenen, rood is de kleur van je wortelchakra. Dus rode edelstenen kunnen jou heel erg helpen. Rode fruit, groentes kunnen jou ondersteunen. Rode kleding kan jou ondersteunen. Eigenlijk alles wat rood is, kan jou ondersteunen om jouw wortelchakra in balans te brengen. En als we het hebben over edelstenen, kunnen eigenlijk zowel rode als zwarte edelstenen jou helpen. Wat ik zelf een prettige edelsteen vind, is een rode jaspis. Rookkwarts is ook een hele fijne steen.
En natuurlijk een zwarte tourmalijn. En dit zijn eigenlijk allemaal edelstenen die jou kunnen ondersteunen met het aarde. Die jou kunnen ondersteunen met negatieve energie laten wegvloeien. Die jou eigenlijk gewoon kunnen ondersteunen met wat zwaardere, negatievere frequentie, energieën. Zodat jij die niet opslaat in je lichaam. Dat was hem voor deze keer. Ik denk dat de video wel lang genoeg is geworden. De volgende keer zal die wat korter zijn. Omdat deze keer natuurlijk ook een intro bevatte. Maar de volgende keer gaan we aan de slag met onze tweede chakra. En dat is de sacrale chakra. Dus ik hoop dat je er weer bij bent volgende week bij een nieuwe video. En ga aan de slag, zou ik zeggen, met deze oefening van de wortelchakra. Tot volgende week!